Goedemiddag, we verrassen vandaag weer twee kandidaten die geslaagd zijn met een 10 voor hun examens. Peter en Miranda. En we gaan ze opzoeken op kantoor en verrassen met een taart. Let's go! Peter, van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw 10. Dankjewel. Mooi resultaat. Kan jij vertellen hoe jij je hebt voorbereid op je examen? Ja, ik ben begonnen met de syllabus uitprinten. Eén keer aandachtig doornemen. Tegelijk doe ik dan arceren. Een dag later ga ik gewoon de arceerdingen doornemen. Vervolgens de vragen, de oefenvragen. En op een gegeven moment heb je het gewoon in je kop zitten en dan ga je. Je gaf zelf aan dat je ook ervaring hebt als docent. En dat je eventueel ook nog wat tips hebt. De eerste tip is, beschouw het als een wedstrijd. Er zit iemand achter dat spel en die wil jouw pootje lichten, die wil trucjes uithalen. Laat je daar niet door afleiden. Tip 2. Als je een hele lap tekst krijgt, lees dan eerst de vraag. Vervolgens focus je op die vraag in die hele lap tekst. En haal de elementen eruit die je nodig hebt om die vraag goed te beantwoorden. Dan tip 3. Als je een vraag hebt waarin je absoluut niet weet waar het heen moet, zorg dan dat je die vraag echt virtueel over je schouder gooit. Achteraf kun je altijd er nog eens even naar kijken. Raak er niet van in de stress. Nou, dan de laatste tip die ik heb is het wegstrepen naar het goede antwoord. Dus ga strepen met de dingen die je zeker weet van nee. En dan kom je vaak wel op het goede antwoord. Nou, ik wil je daarvoor bedanken. Ik denk ook dat de andere kandidaten daar ook echt wat mee kunnen. Nogmaals, gefeliciteerd met het behalen van je 10. Geniet van de taart. Deel hem met je collega's. Dank je. En wie weet tot ziens. Oké, jij ook hartelijk bedankt. Graag gedaan, Peter. Miranda. Superleuk dat we hier mogen zijn. Je hebt 2 tienen gehaald voor jouw PE's. PE inkomen en PE schade zaken. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Hoe je daarop voorbereidt? Nou, dankjewel allereerst. En ik heb heel veel gestudeerd. Lesmateriaal uitgedraaid. Goed bestudeerd. Daarnaast actualiteit in de gaten houden. Van permanent actueel. En daar zie je ook een hele hoop dingen in terugkomen. En heel veel oefenexamens gemaakt. En herhalen. Veel herhalen inderdaad. Veel herhalen, ja. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat je 2 tienen hebt gehaald. Ja, super. Heb jij eventueel voor andere kandidaten nog tips die je mee zou willen geven? Dat je zegt van, hier heb ik echt wat aan gehad. Dat kan ik meegeven? Wat mij heel erg heeft geholpen is vooral niet te moeilijk denken. Als je een vraag ziet, dan niet gaan denken van, wat bedoelen ze hier nou mee? Maar gewoon de vraag lezen en denken, oké, dat weet ik. En ook vertrouwen op je kennis en sowieso je ervaring die je hebt opgebouwd als adviseur. Miranda, bedankt dat we hier mochten zijn. We zijn warm onthaald en we hebben nog wat lekkers voor je meegebracht voor bij de koffie. Nou, super. En jullie hartelijk bedankt voor de komst en voor de hele leuke attentie in de vorm van een taart, maar ook de kaarten. Erg leuk. Graag gedaan.